Het is natuurlijk verkiezingstijd en er is niets fijner als de ene politieke partij de ander op de vingers kan tikken. En ook in Woerden lijkt de strijd los te barsten. De VVD speelde haar eerste troef uit. Er is een mail verstuurd door wethouder Eijpma met een partijpolitieke inhoud. En dat betekent dat de wethouder, zoals je hier kan lezen, reclame maakt voor de PvdA via de account van de gemeente. En dat is iets wat niet kan, want een wethouder zit er voor alle Woerdenaren en niet alleen voor de PvdA. Dus schoot de e-mail bij de fractievoorzitter van de VVD in het verkeerde keelgat. En hij nam direct maatregelen. Ik heb omdat het niet de eerste keer was, heb ik het meteen op de site gezet. Heel kort mededeling dat het fout was en dat ze dat niet hoort te doen en dat ze daarvoor de excuus moeten aanbieden. En vervolgens heb ik haar ook gemaild en van de inhoud op de hoogte gebracht. Wethouder Eijpma, die verkiesbaar is voor de Partij van de Arbeid op plaats 28, die kijkt er anders naar. Ze vindt het maar kinderachtig. Nou, ik vind het een beetje kinderachtig en dat zal meneer Mees ook vast wel toegeven dat het iets wat kinderachtig is. Maar als hij graag wil dat ik vanuit een ander mailadres mijn mailtjes verstuur, dan ga ik dat netjes doen. Ze heeft dus niet begrepen dat ze dat ook zelf heeft opgeroepen en dat het fout is. Ze heeft niet begrepen dat het fout is en dat vind ik jammer. En natuurlijk kan het een keer gebeuren, maar het is eerder gebeurd en het was nu genoeg. Dat hoort niet. Het hoort gewoon niet. Het is fatsoensnorm die hier wordt overschreden. Maar wat me wel opvalt is dat de VVD nu heel moeilijk doet, terwijl Halbe Zijlstra de staatssecretaris van de VVD de campagneleider van de VVD is. Dus iedere politicus weet dat je niet alleen in campagnetijd politicus bent, maar het hele jaar door, 24/7. En dat privé en werk een beetje door elkaar heen draait. Maar ik ga heel graag met meneer Mees in gesprek over de toekomst van Nederland na 12 september. En ik hoop dat we het weer over de inhoud kunnen gaan hebben. Maar een excuus, dat lijkt er niet in te zitten. De fractievoorzitter van de VVD hoeft dus ook geen bloemetje te verwachten van de wethouder. Maar komt er een excuus, want daar wordt om gevraagd. Nou, dat lijkt me niet nodig. Ik heb hem meteen geprobeerd te bellen. Ik heb hem gemaild, maar hij neemt zijn telefoon niet op. Hij wilde niet over in gesprek met me. Dus een beetje jammer. Ja, daar heeft ze op gereageerd. Eigenlijk in een niet begrijpende uitspraak van ja, ik begrijp niet waar je het over hebt, daar komt het eigenlijk op neer. En dat vind ik jammer, want het is een basale waarde die je als politiek vertegenwoordiger, als politiek bestuurder mee hoort te nemen. En dat heeft ze dus kennelijk niet meegekregen. Dat was hem voor nu. Wil je nou meer politiek nieuws? Kijk dan op onze website. Daar vind je het verkiezingsdossier. Met al het nieuws uit de gemeente Woerden, achtergronden, video's en meer. Kijk woerden.tv.